tafel in de Haagse Kunstkring aan de Denneweg nummer 64. Dit is alweer de 10e keer dat we een aflevering hebben. En we hoorden net Guillaume Marcenac met een eigen compositie. Guillaume is lid van de afdeling muziek van de Haagse Kunstkring. We waren boven, waar de vleugel staat. En we zijn nu naar beneden gegaan, zitten in de lange zaal. En aan tafel zit Rob van Doeselaar, beeldend kunstenaar. Welkom Rob. Ja, dank je Marleen. Daar zitten we dan. En het leuke is dat jij nu ook een expositie hebt. Ja. Dat is niet altijd, hè, als we... Dus niet bij al die gesprekken? Nee, bij zeker niet. Maar nu komt het ook heel mooi uit. Ja. En jij exposeert in de Hoge Zaal. Ja. Wij zitten niet in de Hoge Zaal, maar we hebben wel... Je hebt wel zelf hier een van jouw schilderijen uit de expositie neergezet. En daar ben ik heel blij om, want daar zullen we het natuurlijk ook over hebben, over de expositie. Ja, ja. Het is samen met Annemarie Spijkerman en Theo ten Haan. Ja. Dus, dus met z'n drieën. Zeker na het inrichten heb ik het gevoel dat het een mooie eenheid is. Ja. Nou, jij bent nu hier in Den Haag, maar je hebt eigenlijk twee woonplekken, maar vooral in Genève. Dat is, in Genève is wel wat meer dan hier. Ja. Maar het is moeilijk. Klopt. Ja, vooral Genève. Kan ik er verder van zeggen. Ja. En je hebt op veel plekken in de wereld, eigenlijk buiten Europa, gewoond. Maar hoe is het dan om in Genève te wonen? Bevalt het een beetje? Ja, nou, Genève is natuurlijk een heel stabiele omgeving. En het is niet voor niks de soort van VN-hoofdstad. New York natuurlijk ook. Maar het is van oudsher een plek waar vredesbesprekingen zijn, waar mooie natuur is en een politiek stabiele sfeer. Dus dat trekt heel veel mensen aan. En dat is natuurlijk een hele hoge levensstandaard. Ja. Het is redelijk rijk en zo, denk ik. En je woont er al een paar jaar, hè, inmiddels? Ja, we zijn er nu al 3 jaar. Ja. Ja, drie jaar. En dat duurt ook nog even. Dat duurt waarschijnlijk nog 2 jaar. En dan denk ik dat we wel weer terug naar de haven. Maar misschien dat je even vertelt voor de kijkers hoe het komt dat je in Genève terecht bent gekomen nu. Ja. En waar je nog meer zo in de wereld vertoefd hebt. Ja. En hoe dat is gekomen. Ja, nou, het komt eigenlijk allemaal door Monique, mijn partner. Die, ik heb haar al, ik weet niet, ze zijn nu al zeker 35 jaar met elkaar of zo. En zij heeft altijd een internationale carrière gehad. Eerst heeft zij bij iets van 13 jaar of 15 jaar bij UNICEF gewerkt. En nu werkt ze bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ja. Dus ze zijn alles bij elkaar geloof ik wel 8 keer verhuisd. Of nog meer keren. En de meeste landen zijn in Afrika geweest. Ja. Maar ik heb wel ook in... We zijn begonnen in India, in Zuid-Azië. En daarna in New York. En daarna in Afrika. West-Afrika met name. Ja. 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 En nu dus naar Genève. En nu Genève. Ja. Hoe is dat om steeds ergens anders te moeten aarden? Nou, dat is eigenlijk... Het is natuurlijk heel leuk. Tenminste, ik vind het ook inspirerend. Maar het is... Je moet wel steeds weer aanpassen. En ik denk ook dat in mijn... als je al mijn schilderijen ziet door mijn hele carrière heen, zeg maar. Elk land heeft zijn eigen ritme, zeg ik altijd maar. Ritme en kleur en lichtval. Het is eigenlijk iets wat ik ontdekt heb, dat elke plek heeft zijn eigen lichtval. En daar moet je allemaal aan wennen. En ik denk dat ook het duurt altijd wel een jaar voordat je je thuis voelt.
Het is, om maar een voorbeeld te geven, als je op een gegeven moment bij de bakker komt of iets dergelijks, dat ze je dan herkennen. Dat is dan een soort moment van, nou ga ik me thuis voelen. En wat ook gebeurt is dat op een gegeven moment een andere omgeving in je aderen gaat stromen. En dat is ook wel, nou ja, dat gebeurt gewoon. En dat is moeilijk uit te leggen. En je hebt steeds een thema, volgens mij, ontstaan, gekozen op elke plek. Ja, ja. Dat je een thema hebt en dat ga je dan echt uitwerken, onder de loep nemen. Ja, ja, ja. En hoe gaat dat, zo'n thema? Kan je dat, kan je een voorbeeld geven? Is dat er ineens dat je zegt, ja, dat ga ik doen? Of? Nou, het is niet elke keer precies hetzelfde proces geweest. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld, nou, de eerste keer dat we in India waren, toen was ik echt, daar zoog ik alles in me op, waarnemen. En ik had op een of andere manier het idee, ja, sowieso is het straatleven in dergelijke landen is fascinerend. Ik bedoel, in Nederland is het eigenlijk vrij saai, mm-hmm, als je het vergelijkt. Yeah. En het viel mij ook op dat in India, tenminste op een gegeven moment ga je dan een beetje de verschillende dingen bij elkaar brengen. Dat er zoveel, we woonden in New Delhi. En ik liep daar gewoon heel veel rond. En er waren ook heel veel verschillende buurten. Soms was het een, nou dat kan wel echt gewoon een zootje. Soms was het een wat rijkere buurt. Maar overal, ik zag een beetje de connectie tussen de muren. Dat overal zijn muren. Dat zijn wij in Nederland niet zo gewend. Dat om elk huis een muur staat. En dat iedereen ook zijn eigen ding afbakent. En ik dacht, ja, dat is ook eigenlijk wel, je hebt het kastensysteem. Het zit ook een beetje in de cultuur van een land. En toen heb je dat gekozen. En toen hebben ze ook, en op die muren in India, ja, toen de tijd was natuurlijk nog niet met al die media zoals tegenwoordig. Maar daar werden heel veel boodschappen ook op de muren verteld. Allerlei tekens, politieke leuzen, aankondigingen van films. En ook boodschappen van een jaar geleden die al half afgescheurd waren. Ja. En mensen gebruikten het ook om, je had daar toen de tijd, de armste mensen gebruikten de koudunk, de koeienmest, koeienstront. Maakten ze koeken van en die plakten ze tegen de muur om te drogen. En dat was eigenlijk een prachtig gezicht, vond ik. Dus, ja. Dat soort dingen waren heel inspirerend. Ja, en dat heb je toen gedaan. En ik heb toen al die muren gebruikt. Ja, ik ben nogal langdradig nu. En dat noemde ik de mirrors of the street. Dus eigenlijk vond ik dat de muren waren de spiegels van de straat. Alsof je daar op de muur reflecteerde een beetje wat in de geest van de mensen was. Ja. Dus dat zocht ik eigenlijk. Humor of zo, dat er dan staat, stick no bills, dus plak niks op graag. Ja. En dat er dan van alles opgeplakt is. Dus dat soort dingen. En je bent dus beeldend kunstenaar. En is dat dan ook, niet je redding, maar of een houvast geweest op al die plekken? Je vrouw die had haar werk, en jij en het gezin ook, met twee kinderen. Ja. Hoe was dat dan inderdaad voor jou? Fijn dat ik mij... Ja, ik denk wel dat het een houvast is, dat je ook een soort... je hebt een doel. Ja. Ik denk ook zonder dat reizen, zat het in, als ik op één plek was gebleven, was dat waarschijnlijk ook zo geweest. Ja. En er zit soort iets in mij, innerlijks of zo, een gevoel. Het is moeilijk in woorden te schrijven. Ja, en dat is misschien ook de reden waarom je daar de hele tijd mee bezig bent. Ja. Ik word er eigenlijk voortdurend door gedreven om wat te maken. Ja. Je bent echt gedreven. Als ik zie op jouw website ook al die onderwerpen, thema's, dat je toch al... Ja, en er is altijd wat en ik verwonder mij eigenlijk altijd wel over de wereld. Ik vind het
Ja, nou ja, ik schiet maar een beetje met van alles in mijn hoofd. Maar ja. ik vind het wel eens verbazingwekkend dat mensen het over wonderen hebben. Ook om als excuus, of als, nee, als, hoe noem je dat nou? Nee, dat, nou ja, wonderen, dat ja. dat zo speciaal is. Maar ik denk, ja, het is gewoon, eigenlijk is alles een wonder. Wonder, het is ja. De, ik zou niet zomaar speciaal iets heel... Nee, gewoon, dat ja, is overal, is altijd, wonder. Ja. 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 Ja, het is... En je kunt over van alles zien en dat, ja, het is, en het blijft eigenlijk maar doorgaan. Elke keer, zoals nu ook in deze tijd met die COVID, nou reageren we ineens helemaal anders. Ja. En hoe mensen reageren en wat er allerlei voor dynamiek is. Dus het is buitengewoon interessant. Ja. En, ja. Had je dat nou als klein kind? Ook al was je een waarnemer als kind en tekende je al? Altijd. Ja. Altijd. Ja. Vanaf, ja. Vanaf kleuter, dat ik denk ja. het wel, ja. 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 Ja, ja. Altijd. Gewoon vanzelfsprekend. Ja. Tekende ja. je al? Kun je daar heel even iets over vertellen? Wat je dan deed? Nou ja, het is natuurlijk heel lang geleden. Maar ja, ik weet wel dat ik ook in de klas altijd agendaatjes en zo, dat ik altijd maar vol te krassen. Ik doe dat trouwens nu niet meer, maar... je agenda vol krassen? Ja, of gewoon papiertjes of wat dan ook. Ja, en, ja. en ook dat ik, zeg maar, mijn, de leerling of de, zeg maar mijn noem je dat, collega's, je leerling, de mensen die ook in de klas zaten, dat ik daar ook soms wel eens zo probeerde na te tekenen. Ja. Of de leraar voor mijn ja. neus, dat ik die ja. ook probeerde na te tekenen. Ja, het was er altijd. Altijd tekenen, wel, ja. Nee, ik vind ja. het... Ik denk dat het, gewoon een hele simpele verwondering is dat als je met een paar lijnen, dat je nou ja, met name een mens of zo, ineens tevoorschijn kan brengen. Dat vind ik. Ja. Het blijft een wonder. Ja. Dat je, en vooral als je het vrij simpel kunt doen. Of als, ja. als het dat je denkt, ja, het zijn zomaar een paar dingen. En er zit zoveel meer in, dat het zoveel meer suggereert. Ja, ja. Dat het maar 1 plus 1 is, ja. 3 ja, of 4. Ja, je kan het met een paar lijnen, maar je bent ook, dat is ook een zeg maar specialisatie noem ik het maar, portretten. Dat heb ik, ja, ja, de laatste tijd is het wat minder. Het is wat maar, minder, maar dat is, hoort ook bij jou. Dat, hè? En dat ja, is dan zeker. Ook echt uitgewerkt. En, ja. ja, ik heb het ja. altijd, en ik denk nog steeds wel, dat ik het heel boeiend vind om, ook dieper in iemand te gaan. Ik vind het leuker altijd om echt een portret van iemand waar je echt ziet van nou dat is een levend mens met, die van allerlei dingen denkt of de temperament heeft. En dat je dat weet te pakken ja. dan alleen maar een simpel silhouet of zo. Of een simpel, ja. alleen maar dat je net ziet dat het een mens ja. is. Nou dan ja. wil ik toch even noemen ja. dat je onze koning Willem-Alexander hoe noem je dat, getekend? Ja, ik heb het getekend, ja, maar een beetje op een moderne manier. Dus ja, sowieso heb ik geen toegang om hem live te ontmoeten. En, hoewel ik dat wel een keer gedaan heb. Maar je hebt een prijs daarmee gewonnen. Ja, ik heb er een prijs mee gewonnen. Ja. Hoe voelt dat? Hoe is dat om daarmee een prijs te hebben gewonnen? Ja, het gebeurt niet zoveel. Ja. En zeker in Nederland zijn er niet zoveel prijzen voor kunstenaars. Ja. En... Dus dat was een hele eer, ja. ja, zeker. Maar het bijzondere is misschien dat je even, hoe die is... Ja, ik heb die toen de tijd gemaakt met, nog in de, was in de prille fase, ik maakte iPad tekeningen. En dat was in de, eigenlijk in de periode dat ik het nog een beetje moest ontdekken. En toen wist ik, ik weet niet wat het was, maar ik was eigenlijk verplicht, ik wilde een groot portret maken. Niet zo'n kleintje. En dat kon ik eigenlijk alleen oplossen door te zeggen, nou, ik maak 40 stukjes en die plak ik aan elkaar. Aparte stukjes dus op je iPad? Ik heb 40 ja. iPad-tekeningen, dus zeg maar precies zo groot als het scherm is. Die 40 heb ik zo aan elkaar geplakt dat het het geheel werd. Ja. En ik heb het digitaal aan elkaar geplakt, ja. dus met ja. Photoshop. Ja, nou het is... Ja. te zien op je website. Ja, het is wel bijzonder. Ik wil eventjes naar het huidige werk. Ja. Want dat is dus in Genève ontstaan, hè? De ja. bergen. Ja, 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 het is eigenlijk zo duidelijk. Ja. Zo was duidelijk. Ja. Dat je dat... Ja. Het is ook als ik in mijn straat in Genève, in de zuidkant van Genève, ik zit in Carouge. En dan aan het eind van de straat zie je ook weer de
een hoge, een soort van tafelberg is het van Genève. Zie je meteen al. De Salève. Dus ja. Die zie je, daar kijk je echt zo tegenaan. Dus je voelt voortdurend de berg. Ja, dat is er al. Ja, want de hoogteverschil is denk ik al iets van 1000 meter of zo. Dus dat is echt heel hoog. En in de verte, als ik naar de supermarkt loop, dan zie ik in de verte ook de Jura. En die zijn nog 2000 meter hoog. Ja. En dus dat is, ja, je voelt voortdurend. Je voelt het voortdurend. Ja. Nou, wat opvalt, wat mij opvalt, je kan er niet omheen, zijn al die kleuren die je gebruikt. Ik heb zitten kijken de expositie. Ja, 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 ja. Je ziet meteen, het zijn berglandschappen. Ja. Maar als je dan apart gaat kijken, heel verschillend zijn ze allemaal van elkaar, ja, van schilderijen. Ja, ja, ja. Maar ook al die kleuren. Ja. Kan je iets zeggen over die kleuren? Het eerste is eigenlijk dat al van, het moet er waarschijnlijk van heel vroeg in zitten. Want ik heb heel veel verschillend werk gemaakt. Maar als er één constante is, is dat mensen altijd bij een tentoonstelling zeggen dat de kleur zo opvallend is. Dat hoort bij jou. Ja. En ik heb altijd gezegd, ik hou van felle kleur, maar je moet er niet je zonnebril bij op hebben. Dus ik vind het moet wel aanspreken, maar het moet niet verblinden. Zoiets, ja. Maar goed, met dat licht, ik zei het net al, dat vond ik wel zo fascinerend met waar al die plekken waar ik geweest ben, dat het licht zo verschillend was. Zoals in India was het min of meer gelig. Ja. En ik weet wel, we waren in Mali, daar was het min of meer oranje. Ik weet wel, in New York is het licht ook fantastisch, want het ligt natuurlijk al op zo'n eiland met veel zee eromheen. Ja. Dus het, maar dan al die verschillende kleuren ook nog. Zie jij dat nou? Is dit je fantasie? Het is denk ik een mix. Nee, het is niet zo dat ik... Meestal begin ik een schilderij met... twee kleuren tegen elkaar. En het is al vaak, ik bedoel, je kunt altijd denken in complementaire kleuren. Geel is al gauw paars tegenover. Maar dan kan je net een soort blauw nemen, wat lijkt op paars. En dan gaat er meteen een soort tinteling ontstaan. En ik reageer daar dan weer op. En denk, nee, ik wil toch een beetje meer dit en een beetje meer dat. En er komen dan lagen over elkaar. En zo ontstaat het eigenlijk. Ja. En ik heb ook wel eens gehad van, dat is één ding wat ik me kan herinneren. Ik heb ooit les gehad van Jan Sierhuis. Die zei, de mooiste kleuren zijn de kleuren die je niet meer kan benoemen. Dat je denkt, ja, het is een beetje van dit of een beetje van dat. Als je het heel duidelijk zo zegt, is blauw. En bij wijze van spreken, zoals met de stijl, dat ze het... Helemaal uitsplitsen in de pure kleuren, zogenaamd. Ja, dat is niet helemaal wat ik zoek. Ja, ja. En je hebt gewandeld ook natuurlijk, je loopt. Ben je ook wel eens bij een top geweest? Of is dat te hoog? Ja, hoog en een topje. Nee, een topje. Ik ben niet een echte... Nee, want die zijn te hoog. Ja, als je ziet, deze ziet je dat. Waarom? Je dan ziet moet op je de echt met touw, met touw en materiaal. Nee, dat doe je niet, dan, toch? Nee, dat doe want ik niet, dan hoor. Moet je, zou je ook nog daarboven moeten schilderen. Ja, nee, dat lukt niet. Ja, nee. Je zoekt ergens op je tocht een plek. Of ja, nou ja, ik maak ook veel foto's, hoor. Ja. Ik heb wel zo af en toe wat getekend en ook zoals op de iPhone. En, maar je neemt het meestal toch ook wel mee. Ja. Maar ik gebruik vaak een set van foto's. En ook van foto's waar ik dan zelf... Ik moet er zelf geweest zijn, ik moet zelf voelen. Ja. Dus de foto's zijn meer eigenlijk een soort gereedschap. Ja. Dat ik wel... Ja, op een of andere manier ben ik het geheugen een beetje vergeten. Van, ik weet wel dat ik vroeger... Toen ik, laten we zeggen, 10 was of 15, dat ik dan heel goed nog dingen kon herinneren van een soort fotografisch geheugen. Als je thuis was, dat had ik eigenlijk niet zo nodig. Maar nu, ik denk dat het verdwenen is of zo. Je noemt die iPhone en daar ben je nu. Kan je iets zeggen hoe... Wat je daarmee doet, want daar werk jij. Ja, nou had ik eigenlijk het pennetje mee moeten nemen. Maar goed, er is zo'n. Ik gebruik een soort
Ja, het is geen pen, het is een pen. Iedereen kent het eigenlijk al, met zo'n bolletje ja, erin. Ja. Dus daar teken ik mee. Ja. Want ik vind met mijn vingers vind ik ten eerste geen fijn gevoel. Ja. En ten tweede is het wel heel erg onprecies. Ja. Zelfs met het bolletje is het dus al fijn. Dus je tekent ja, op je iPhone. Is ja, dat dan als voorschets? Of? Ja. Nou, het zijn vaak voorschetsen, ja. Dat ik... ik maak een... Zeg maar... Ik kan hier van alles op tekenen. Ja, maar wat zie ik nu? Dit is bijvoorbeeld een schets die ik gemaakt heb op dit de iPhone. Dit is echt die hele schets. Die heb ik helemaal gemaakt op de iPhone. Is helemaal op de iPhone gemaakt. Dat is geweldig, ja. Ja. Ja, 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 ja. En ja, het is altijd zo moeilijk. Ik kan wel... Kijk hoor, moet ik hem even een... Nee, dan moet ik naar de... Kijk, als je dan plus doet... Zo kan je bijvoorbeeld een create en dan heb je een wit vlak. Ja. Nou ja, en dan hier heb je kleurtjes, daar heb je een... Dus je kunt, als je er zo, ik weet niet of dat te zien ja, valt, ja, maar ja. Dan kun je kijken, hier kan je allemaal kleuren kiezen ja. En... Nou ja, enzovoort, enzovoort. En je ja. Kunt je eigen soort van kwasten, noemen ja. Ze dat. Instellen. Ja. En ook transparantie. En dat is gewoon dat je soms zin hebt, ik heb nu zin om met olieverf op doek te schilderen en ja. Wil ik op de iPad of op de iPhone, ja. Dat is al naar gelang je... Ja, het komt zelfs ook wel voor dat ik gewoon tijdens het schilderen, ik denk, ja, ik wil eigenlijk die kleur anders hebben, maar als ik er nou, dan wil ik even op de telefoon kan ik dan kijken, maak ik een foto ja. Van het schilderij. En dan teken ik in dat programma. Ja. En dan kan ik dan weer ideeën beetje krijgen. Een beetje uitproberen. Voordat je dat weer op het doek doet. Ja. 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 Dat is wat efficiënter. Ja. Want ja, nou goed. Ene keer doe je iets en de andere keer doe je iets zo. Ja. Ja. En als je nu, want je bent al een paar jaar, of al een paar jaar nu in Genève. Maar je gaat er weer binnenkort, ga je weer daar. En dan ga je verder met het... thema. Ja, nou dat weet ik niet. Oh, dat weet je niet. Het zal ook nog misschien iets anders worden. Nee, het zal vast wel weer wat anders worden. Oh ja, want je bent nog een paar jaar daar. Ja, nog 2 jaar en dan... Ja, ik heb wel eens naar gestreefd om dan gewoon door te gaan, een continuïteit. Maar dat is toch erg lastig. Ja. 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 Het is... We moeten alweer afsluiten. Alweer afsluiten, ja. Ik zou zo nog... Ja. Een beetje door kunnen praten, een half uur minstens. Ja. En ik heb nog vragen. Ja. Maar er is zeker ook veel te zien op jouw website, vind ik. Ja. Heb je heel mooi met al die thema's. Ja. Je hebt ook, dat is dan het boek No Jardin. Jardin. Ja, Jardin. Dat is van een vorig thema uit van de tuin, je paradijs in Mozambique. Ja. Maar daar heb je ook heel veel opgeschreven. Ja, dus ik heb het is niet alleen. Verteld, ja, het is, ja. Het zijn natuurlijk is je werk, maar het is ook heb je er veel bij geschreven. Dus dat wil ik gewoon even noemen als mensen dat meer over je willen lezen. En het aparte is eigenlijk dat ik daar heel simpel heb geprobeerd. Na te tekenen wat ik zag. Zonder verdere artistieke invloed. Ja. Daar ontstaat natuurlijk vanzelf een soort eigen handschrift. Dat zit er heel dik in. Ja. Maar bijvoorbeeld met de bergen ook, daar ben ik al meer bezig met van ook een abstract beeld van te maken. Ja. En dat is in dit geval wat minder duidelijk aanwezig. Ja. Ja. Het zijn eigenlijk echt waarnemingen. Ja. Dankjewel, Rob. Ja, dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Ja. Ja. Dus hiermee sluiten we aan tafel af voor vandaag. De expositie is dus te zien tot en met 5 december. En over 2 weken zit ik hier weer. Dan is de gast dichter Gerrit Venema. Dat is op 26 november. Tot ziens.